Bartje Ton Klonemans. Hij wordt heel de avond in zijk genomen. Daar is je dan natuurlijk wel gewend. We gaan even vragen wat je ervan vindt. Komt hij maar mee. Toen Klodemans is een schitterend pak. Ja, Toen. Goedenavond. Nieuw programma, Brabant Boulevard. Kort interviewtje met bepaalde mensen. Een mening over de avond tot heden. Ik moet eerlijk zeggen dat het avond fantastisch loopt. En zeker omdat Jordi van Junior nog niet geweest is. Want dan geef ik het advies dat iedereen naar huis te moet. Goed, Toon, wat vind je ervan dat je elk jaar in de zeik wordt genomen? Behalve dat iedereen het prachtig vindt en terecht. Wat vind je er zelf van? Ik zou wel een zeiker zijn, denk ik. Dan heb je al recht op mij in de zeik zitten. Eigen kennis, geweldig dit. Hij heeft het zelf gewoon door. Maar één ding, hè? Eén ding. Met melk meer mans, met bier meer Klodemans. Heel erg jammer. Toon, bedankt voor het interview, Toon. Fijne avond en tot de volgende keer. We gaan nu naar twee andere organisaties. Broers van elkaar, kennen we al zien. Ik zeg niet dat het op de neus gelijk is, maar je kunt het zien. Kom maar mee. Ja, hier zijn we. Goedenavond. We hebben even een vraag voor de twee broers. We zijn wel een nieuw programma. Brabant Boulevard, speciale zender. We hebben een kleine reactie via nodig. Wat vinden jullie van de avond tot nu toe? Gerard, ja, maar omdat Jordi nog niet geweest is, is het een kei goede Goed, heel leuk, dankjewel. Jos, jouw woorden. Ik ben het meer mens. Kijk, echte broers, net Frank en Ronald. Kijk, Frank en Ronald, zelf geen eigen mening, hebben ze van Toon. Toevallig zei Toon namelijk hetzelfde. Dus wij gaan weer naar de volgende.